Goedendag allen en welkom bij Leren Duits met Ronald. Oftewel, Leer Duits met Ronald. En we zijn alweer aanbeland bij hoofdstuk 13b. En in dit hoofdstuk gaan we het hebben over tijdsaanduidingen zoals vandaag, gisteren en morgen. Maar we doen ook een aantal dagen ervoor, dus hoe we die dan gaan noemen. Dus laten we beginnen. Zo hebben we bijvoorbeeld het eerste, dus het verse geleden, hebben we bijvoorbeeld 3 dagen geleden op zijn Duitsers, voor 3 dagen. Voor 3 dagen. Dus eigenlijk een beetje makkelijker zelfs als bij ons, voor 3 dagen. Dan hebben we eergisteren, wordt voor gisteren. Dus eergisteren voor gisteren. Dus letterlijk voor gisteren. Dan hebben we gisteren, is gisteren. Gisteren, gisteren. Vandaag is heute, vandaag, heute. Morgen, dus morgen is morgen, dus zo hetzelfde geschreven, maar de uitspraak is iets anders. Dan hebben we overmorgen is übermorgen, dus overmorgen is übermorgen. En dan hebben we over 3 dagen is in 3 dagen, dus over 3 dagen in 3 dagen. En misschien ook nog wel logischer als bij ons, wat letterlijk betekent dat natuurlijk in 3 dagen, dus. En natuurlijk geldt hier 3 dagen geleden of over 3. Mocht het langer geleden zijn, dan zeg je natuurlijk voor 4 taken, voor 5 taken, enzovoort, enzovoort. En dat geldt natuurlijk ook hier in 4 taken, in 5 taken, enzovoort, enzovoort. En dat was deze Duitse les voor van nu. Bedankt voor het volgen van deze les. Vielen dank voor het zuschauen. En auf Wiedersehen.